Wanneer is iemand nou een goede vriendin? Wij zijn ook al tijden vriendinnen. Wij zijn wel goede vriendinnen van elkaar. Ja. Corona Times was wel, dat heeft ons wel echt nog wel gevonden. Ja, zeker. Samen lekker in lockdown. Nee, wij zijn natuurlijk geen nieuwe vriendinnen, maar het is zo grappig dat je elkaar dan leert kennen door hockey. En als je dat niet had gedaan, hadden we elkaar dus nooit ontmoet. Dat is zo raar. Ja, dat is heel gek. Mama way. Hey ladies, hebben jullie al in het handschoenenkastje gekeken? Hier zitten wat pittige dilemma's in. Oh, de bijrijder heeft geluk. Want deze vragen zijn allemaal voor de rider. Je mag niet nadenken en gewoon het eerste antwoord wat er in je opkomt geven. Er is geen goed of fout, wel even beargumenteren natuurlijk. Oké, ben je klaar? Ja. Heels of sneakers? Sneakers. Sneakers. Ja, sneakers. Maar ik vind het wel lekker om af en toe op heels op mijn armen te lopen. Ja. Dat je gewoon weer echt even vrouwelijk pakken. Ik wil graag snel in beweging zijn. Ja. Rap, 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 rap. Elke ochtend een uur voor de spiegel staan of elke ochtend vanuit je bed zo de deur uit? Elke ochtend vanuit mijn bed zo de deur uit. Ik bed hair day of nothing to wear? Bed hair day. Ja, ik nothing to wear. Oké, mijn haar zit er wat pikkers van. Nothing to wear liever, want ik vind een bed hair day vind ik echt stom. Ik heb vandaag dus een bed hair day en dat vind ik echt stom. Nee, maar dan voel je je toch anders dan wanneer je haar gewoon normaal zit. Ja, maar als je niks aan te trekken. Dat maakt me niet zoveel uit. Op vakantie met vriendinnen of op vakantie met je gezin? Op vakantie met mijn gezin. Want dat komt niet heel vaak voor. Ja, en daarna op vakantie met mijn vriendinnen. Met Ellen. Altijd om 5 uur opstaan of altijd pas om 2 uur naar bed mogen? Altijd om 5 uur 's ochtends opstaan. Nee. Miracle morning, heerlijk. Ja. Miracle morning? Ik vind mornings echt te gek. In de zomer om 5 uur opstaan. Ja, in de winter. In de winter. Een beetje sporten, een beetje koffie drinken, een beetje bellen, een beetje opruimen. Bellen, dan neemt er niemand op zo. Mijn moeder. Rustige rijder of snelheidsduik? Ik rustige rijder, je ziet het. Ja, rij je precies 100. Ja, je rijdt netjes. Nee, dat is trouwens niet waar. Mijn eigen autootje cross ik best wel hard. Ik ben een goede boeterijder. Altijd opgeruimd of een stiekem een rommelbak? Ik ben thuis echt netjes en opgeruimd en ik hou het van schoonmaken. Maar mijn auto is echt een vuilnisbelt. Ja, ik sleep alles mee naar mijn auto. Echt een hele nette auto. Ja? Ja, maar dat is toch een soort van je huiskamertje? Nee, ik heb een vuilnisbak op wielen, maar ja, mijn huiskamer is ook een godzooi. Elke keer als je voeten het zand raken, doe je de Baywatch Bowl of een koprol en een ratslag? Ik ga voor die Baywatch Bowl. Ja, zin in. In je rode badpakje. Heb jij dan niet die rode drijfkruik bij altijd? Ja, die nee. Die blonde bruik van net op. Nou, dat was een bol. Nou, top. Netjes. Ver zullen die meiden zijn? Ik denk sneller als het op dit tempo door blijft gaan. Zullen we Ellen eens gaan bellen? Ja. Hé, hey, we worden gebeld. Go. En Bobby. Hey. Hallo. Hallo. Hoe gaat-ie? Hier gaat het goed. En bij jullie? Heel goed. Lekker. Heel goed. We zijn foutloos tot nu toe. Die foto's maken gingen echt top. Ja, absoluut. Die waren echt heel goed. Ja. En dat inparkeren? Ja, heel erg goed. Zijn jullie er bijna? Ja, maar ik denk het wel. Wij zijn ook bijna. Wij nemen nu afslag Lelystad Harderwijk. Die hebben wij al genomen. Eeuw, hè? Je liegt, jongens. Ja, we hebben nu het terrein op. Hoe erg hebben jullie vals gespeeld vandaag? We hebben niet vals gespeeld. Maar we zitten achter jullie. Jullie zitten voor. Maar leuk, we zien jullie zo dan. Doeg! Tot zo! Doei! Nou, ze zitten dus wel voor. Ja, en enorm ook. Oké, de challenges zitten erop. Tijd om je klaar te maken voor de grote finale. De finale bestaat uit 2 onderdelen waarin we jullie rijskills onder loep nemen. We gaan starten met een slip challenge. Beide teams kiezen 1 rider die gaat rijden en zo goed mogelijk gaat slippen. Dit is alleen niet alles. De bijrijder krijgt ook een lastige taak. Die moet zich namelijk proberen op te maken tijdens het slippen. Alles moet erop en natuurlijk zo netjes mogelijk. Onwijs veel succes en let's kick some ass. Oké, gaan we. Oké. Ik pak vast de spullen, ja? Oeh, Sjaan, ik krijg niet open. Wacht even, ik begin met blush. Oh, het is een heel verkeerd vakje. Oh nee, wacht even. Stop. Nee, we gaan al. Ik ben ook ben je bang? Ja. Oké, maar je kan dit. Ik ben niet bang, maar ik vind dit niet lekker. Nee, ik vind het ook niet leuk.
Jullie listen heel goed. Oké, we zitten nu op. We zitten hard. Heel goed. Heel goed, tegensturen. Andere kant. Goed zo, Bobby. Goed zo. Deze was echt goed, hè? Oh. Bobby, jij bent echt de best. Nu is het tijd voor de slalom challenge. Niet zomaar een challenge, maar eentje met een zomerstintje. Probeer de palmbomen niet te raken. Elke palmboom die omgaat is een minpunt. Dus wees voorzichtig. Succes! 3, 2, 1 en go! Jij kan nu, Bob. Wist hem op. Heel goed. Shit, dit is kut. Fuck. Nee, deze doe ik net fout. Oké, ik sla deze om, sorry. Draai. Kijk, deze haal je niet. Ik ga maar rewind. Misschien nou. Nee. Nee, niet? Gewoon doen. Gewoon fuck it. Kom op, je kan hem. Kom op. Yes. Hoppa, terug. Yes. Oh, fuck. Kom op. Doe je goed. Hop en go. Oeh, gelijk ook dat ding los. Oh, ik ging wel fout hoor. Maakt niet uit. Ja, kom er nou niet. Ben je daar? Nee, wacht. Ja. Oeh! Dankjewel. Bob, jij kan het, ja? Ja, zeker. Jij kan het wel goed. Het is jij kan het helemaal lekker, jongen. Hou hem vast! Ik heb mijn tong gewoon uit mijn mond. Mooi blusje. Heb je een mooi blus? Ja, zeker. Okay. Lekker! Kom maar nog wat harder! Lekker! Hoppa! Hoppatee! Schiet door die. Kut! Ja, heb je hem ook? Oké, jongens, ik heb hier de brief. Lieve meiden, this was a hell of a job of a ride. Yeah, dit is Engels. Jullie hebben een top rally neergezet en één van jullie is de winnaar. En die wint een weekend weg, de ultieme girls roadtrip met Mercedes. Oh. Nice, hadden we dat geweten? De winnaar is... Bedankt. Goed gespeeld? Ja, allebei. Ja, was wel heel leuk. Goede concurrenten. Ja. Dit hebben jullie wel beter jullie, gedaan. Ja, ik wou net zeggen, ja. Ja, dit winnen jullie. Dit winnen jullie. De lippenstift winnen jullie, ja. Oh. Leuk! Heel leuk! We gaan heen. Nou, Spanje of Ibiza. Zo. Frankrijk. Ja. Met de auto.